Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Als mijn optreden van Tigers van Gruntups en naar je werk. Sigrid Kingma had 2 muzikale vreunen mijn naam voor een speciaal squallenproject in het Friesk. Maar we beginnen met de Amsterdam Klezmer Band en Pieter Wilkes. Vrucht, ik droom die wetter, een machtig mooi moment, door mijn vader ik die vent, als versluiver hele peer, maar hield al de schamte meer, ter een als in een dream, drillend op een nieuwe streem, lokken was wel iets te ben, neem een koetje, we doen z'n terug de hele nacht. In de rook van bloemenpracht simmert weer een rede wind. Na een duivelse schien, we doen ze terug de hele nacht. In de rook van bloemenpracht simmert weer een rede wind. Na een duivelse schien. Maar lieve schat, ik maak die overlitten. Doe wist heel goed, ik zal me weer neer binnen. Dus is het van mij geen spoor meer vinden. We hadden liefde zacht, vol einde en een brucht. Maar doe was het vestigheid, dat is wat mij net leidt. Hoe wil ik om die jou? Bleef ik die heel lang trouw? Doe bist zo wonderschoon. Ik roep mij dan een keer om. We doen ze terug de hele nacht. In de rook van bloemenpracht. Simmert weer een rede wind. Na een duivels in een skin. We doen ze terug de hele nacht. In de rook van bloemenpracht. Simmert weer een rede wind. Thank you.
kroop mij nog een keer om. Ja, wat een begin van dit programma. Dit is al even van Noorderwien. Fantastische band, de Amsterdam Klezmer Band. En dan lekker nog een combinatie met Pieter Wilkers en de Simmer Twitter. Ik begin even naar Pieter ta. Wat een lekker noemer, man. Ja, vind ik. Hoe is dat ontstaan? Had dat tegelijk met de band kreun? Of... Dit was al een nummer uit haar repertoire. Dat is een bestaand nummer, dat heet Song. Dat is de officiële titel. En dat is Jiddisch voor Dream, Droom. Russisch, oké. Nou ja, en ik hoorde net oorzetten, dus ik heb er maar gewoon in die sfeer een Friese tekst op maken. Klezmer, hoor je deze muziek? Ja, zeker, daar ben ik mee opgegroeid. Ja? Nou ja, is heute spelen verschillende blaasinstrumenten en is mem spelen accordeon. En ze spelen ook wel eens voor de lol tussen dit soort muziek. Maar ik jazz en zo. En, ja, ik ben. Is hij de in een rieke en brede muzieksmaak? En daar ben wij mee opgegroeid. Ja. Ja, dat mogen tuten. Ja, zeker. Ja. Sfeervol, hè? Lekker. Ja, zit altijd. Maar dat is ook, om het live te doen. Zo, maar echt, dit is echte muziek. Hè? Ik ben een echte instrument en spelen terug meesken. Komt net uit een computer of dit is echte muziek en dat vind ik dat is gewoon dit is het. Ja, ik ben er echt blij van. Ik ben er heel blij van. Joop, wat leuk dat jullie met Pieter. Kende je Pieter al of kon het via Joop? Nee, via Joop. Ja, wat denk je? Ja, zeker. Waar begon het met jou wat de klezmer betreft? Ook thuis al? Ja, die brede oriëntering thuis. Ja, mijn vader luisterde naar John Coltrane en Dizzy Gillespie. Maar mijn moeder die nam me ooit een keer mee naar een klezmerconcert. En dat is voor het eerst dat ik echt klezmer hoorde. Ik was toen 18 of 19. Zo. En dan komt de Amsterdam Klezmerband, knip je met je ogen en dan ben je 25 jaar verder. 26. 26! Ik loop achter. Ja, precies. Ja, nou. Wat mooie tijden. Hele mooie tijden en ik ben heel blij en trots om hier met deze, met ons, met elkaar te staan al zo lang. En ja, nog steeds zo fijn muziek te maken. Er komen ook nog eens mensen naar ons toe. We staan nu ook na de corona gewoon inderdaad met onze ogen te knippen, want de zalen zijn goed gevuld, zo niet uitverkocht. En ja, dat is gewoon te gek. Hou je het fris, hou je het energiek 26 jaar lang? Nieuwe stukken schrijven, sowieso. Dat je niet altijd maar hetzelfde liedje hoeft te spelen. Dat is één ding. En twee is, houd gezellig. Ja, want we moeten toch weer met z'n allen naar Duitsland of naar Leeuwarden. Ja. Eén busje? Of hoe rijden jullie? In Nederland carpoolen we met 3 vehicles. Okay. En in het buitenland gaan we altijd in een busje. Ja. Dus als er al wat spanning is, dan kun je toch in ieder geval nog in verschillende auto's gaan zitten. Ja, precies. Ja, ja. Zo hou je het gezellig. Ik ga even naar de Boorman. Want er zitten hier Friers in deze band. En dat is Joop van der Linden. Alhoewel, het Chimburg Band is in Grijnsland ook. Ja, krek over de Grijns. Ja. Dit is verjong. Vertel, dit is... Friesland roeken, dat is geen probleem. Ja, precies. Ja. Nee, je moet soms even een oorstel aannemen. Ja, wat een geweldig. Maar dit maakt echt heerlijk voor jou als muzikant wijzen om in zo'n band te spelen. Ja, dat is geweldig. Ja, het is een hele goede band. En het is voor de trombonist een heel mooi plak om ik in deze band kan ik een heel soort vrijheid nemen. En dat is hartstikke mooi. En een prominent plak qua spelen. Ja, en misschien vooraan op het podium. Dat is ook wel mooi. Yeah. Net op zo'n stomme reizer achterom, wist wel. Ik vind het heel leuk om in de klassement te spelen. Dat is dadelijk. En is het dus wat Joppe al zei, fris bluwen is de sfeer goed horen, maar met die muziek dwaande bluwen, noem maar schroeven dus. Ja. Creëren. Als je jezelf ontwikkelen, dan moet er, er komt elke keer komt er een repertoire en dat is dan ik fris om te dwaan voor u. En we altijd verschillende programma's tegelijk. Er is ik nog een elektrisch programma, maar een drums erbij en een gitaar en zo. En en de sfeer is goed. Het is gewoon een goede groep mensen. En dat is heel belangrijk. Wat speel je tussen deze tour? Wat verandert het wel? Of doen we dan wel redelijk dezelfde set steeds? Deze tour is vers. Dat is gewoon één tour met de verse composities en de verse volgorde. En er is ik projectie bij vers locht en zo. We hebben een cd maken, die mooi dat repertoire er ik op. Maar normaal is het, is het wel vaak verschillend. Ja, optredens, dan hebben we verschillende setlisten. Dus soms is het een oeren, soms is het oorloeren, soms is het een jelloeren. Het moet ook altijd onpast worden. Wat zijn de plannen voor het volgend jaar?
Volgend jaar. Nieuw... Weet je hetzelfde? Gewoon nieuwe cd? Nee, niet zomaar nieuwe cd. Gewoon een hele, hele super vette, frisse cd. Waarmee we in 2024 de wereld wederom gaan veroveren. Dan kom je maar weer terug. Super. Te gek dat jullie er zijn. Amsterdam Klezmer Band. Ze binnen live in Noord-Wien. Как с белых яблонь дым, настроением темненьким охвачен, я не буду больше молодым, и тебе в вечернем тихом мраке часто видится одно и то ж, будто мне в кабацкой шумной драке саданули в сердце финский нож. Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым, настроением темненьким охвачен, я не буду больше молодым, я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя, или ты приснилась мне, будто я весенней тихой ранил, проскакал на розовом коне, на коне, коне, был я на коне, а теперь на дне, поглядите я на дне, был я на коне, был я точно на коне, а теперь на дне, оказался я на дне, был я на коне. И вот я на коне, нет, теперь на дне, оказался я в дерьме.
Welkom, wees welkom, mensen zijn gegroet. Voor u staan 7 lieden met een zwaar gemoed. Houden we het evenwicht in onze maatschappij? Of dalen we weer langzaam af in schuld en razernij? Want dromen vallen om, we werken ons te pletter. Armen worden mager en rijken worden vetter. Scholen raken in verval, de meter slaat op tilt. De aarde wordt een koekenpan, wie heeft dat ooit gewild? Lampen schijnen op zielen die verdwijnen, op vrienden die verdwalen, we zullen ze terughalen. Laat de wind maar blazen op stenen en op glazen, op leugens en verdoemenis en slechte koppelbazen. Laat de regen vallen op frekken en op mallen, op doorgewinterd zakelijke hebberige kwallen. Laat de donder beven door de schermen en het net, want zonder vlees of bloed wordt niemand meer gered. Muzikanten, we zullen weer optreden. Na maanden zonder grond onder de voeten, maar tevreden. We schrijven en we oefenen en we stellen vele vragen. Het antwoord wordt verholen, maar we mogen niet meer klagen. We zijn hier met z'n allen voor het klesmer Balkanlied. Daarin zit onze vreugde, ons hart en ons verdriet. Dus welkom, wees welkom, lieve mensen, zijn gegroet. Voor u staan 7 lieden met een goed gemoed. Zijn gegroet, voor u staan 7 lieden met een goed gemoed.
Ja, wat een fantastische band. En zeker ook live. Ze zijn on tour, dus de Amsterdam Klezmer Band. Mijn prachtige vaststelling. En daar is ik een cd van maken. En die kijk ik nog wel even chill litten. Alleen het artwork is ook geweldig. Maar de muziek die erop staat, kijk je hem zeker ook onreden. Nou ja, hij me super kijkt Jerk in. Some Kind of Golem. Wie praten met de dichter van Friesland. Wat zei je de gast? Net al in trouwens. Het waren gasten mijn naam. Het gaat over op een kletter. Sigrid Kinkma, mooi dat is de best. Welkom. Ja, dankjewel. Ik toch even naar jaren. Wat van hier haast toe gewoon als dichter? Wie drok hier leuk hier of wie het vervelend? Ja, fantastisch. Heel leuk. Ik ga een heel soort optreden. Maar eigenlijk komt van het hier eigenlijk komt het pas van de grond met mijn projecten. Want in het eerste jaar had ik een heel soort voor de kranten skreun en nou ja, optreden. En nu begin ik mijn projecten eigenlijk een beetje te. Ja, te ontwikkelen, wat er al even uitpakken. Ja, he? Precies. Ja. En ieder daarvan, daar ben we het voor hier. Komen we straks over te spreken. Hoe bevalt het die ontnotaars, dichter van Friesland? Merk je dat het meer aandacht krijgt, dat er meer buzz om die heen is, bij wie ze verspreken? Ja, en ik mij ook wel een keer nee zeggen, want ik had heel druk. Ja, ja te druk misschien? Ja, 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 maar het is wel heel leuk. Je? En je doet al je verschillende dingen. Nou, mijn muziek. En de slamjoen ben we aan het organiseren. Dus, en nog een heel soort oren dingen op. op 15 december haak ik vier afspraken. Dus dat is wel even spannend. Dan wow. Naar de squallen en naar takkomstmuziek. Dan zal ik als Nico Dijkshoorn, zeg maar, zal ik dan ter plekke een gedicht schrijven. En nog een Christworkshop. Dus dan is het wel even druk. Is dit verwachten? Is dit hopen? Dat zou een beetje gaan zoeken? Nee, ik hier niks verwachten eigenlijk. En ik had de plan, in januari is pas skreun. En hier in de wijk komen de plan bij. En dan bedenk je misschien al wat leuke dingen. En ik ben wel heel blij met wat we al hier bedacht hebben. En wat we al hier nog meidjes zullen. Maar ja, je weet het van tevoren net. Je hebt twee gasten mijn naam. Daar gaan we straks mee praten. Maar we gaan direct naar Lustrien. Want misschien treinen, sinds ik er volgens mij even bij. Jolanda, Bruno en Do. Ja, maar op een kletter hiet het of zo wat heen? Ja, we hadden op een kletter neemt. Omdat het oor de fontein giet. We meiden ze Alve Veskes op de Alve Fontein van Friesland. En op kletterdij worden die altijd omgezet. En daarom op een kletter is ik een mooie uitdrukking. Dat je op paard ging met de Veskes. En wij gingen de basiskwallendel. En we meiden ze eigenlijk Veskes voor de basiskwallen. Want er is net een heel soort onbad voor middenbouw en boppenbouw qua Veskes in het Friesk. Haast vanzelfs Hendrik van der Meer en haast de Hoenekap. En daartussen zit een beetje een niche en die bezieken wij op te vullen. Ja, ja, dus je doet echt letterlijk de squal in met Friestalige noemers dus. Ja, en we bezieken ik om het zo op te zetten dat ben op dat moment zelf ik een Veske meidje kennen. En dat is ontnood eigenlijk goed slagen, dus hartstikke leuk. Vind je dat leuk met bijenwerking? Ja, ja, ben je heel leuk en spontaan en heel creatief. Nou ja, zeker als het tekst naast poëzie, muziek. Ben vaak wel heel, nou ja, letterlijk blanco. Hè? Ze gingen er vaak volle bak in. Hè? Ja, en dus juist dat het een hele mooie combinatie is. Ik filosoferen, gedichten en Veskes. Dat rekt het onderkoor. Als je filosofeerst uit een gedicht wij of een gedicht maakt naar onleiding van een filosofie sessie, dan kerst u daar, nee, ik werd een Veske ervan meidje. Dus dat weeft heel mooi in elkaar. Heb je er een belangstelling voor? Of mag het al je nog wat op grond komen? Ja, er is wel belangstelling voor. We gaan. Nou, dadelijk in januari is ik weer squal niet belang ha. Ja, dus ja. De hele provincie erop begreep ik wel. Ja, dat is wel het leukste. Ja. En op kletterdij vanzelfs ik de bedoeling. Ja, wanneer is dat ik weer kletterdij? Ik geloof Njochentje maart is het maart, van tien. Ja. Mooie dij, begeertje. Haha. wij praten straks in mijn trein over wat het al hierin hoort en wat de Veskes binnen. Maar dit ben ze eerst live met hun eerste noemer op een kletter. En dat in Noorwegen. Lucht en vuur, wat het te naai nog maar treien. Dat is nog een hele toer. Iemand een ontslagbrief krijgen. Elk zicht nodig hier de on. Wordt het die alle wat te vallen. Maar hij is heel kalm en gewoon. Zullen vrijwillig kappen wollen. Brasília.
is kras wetter. Lucht op vuur. Wat voor taak zo? Waar is die gewissen? De vrouw droeg het zonder mij op. Kist mij dan het missen? Een mooi en diepe zucht. Zonder mij werd het net beter, maar zwaar het te verfrissen lucht. En ik ben een team mij wetter. Alles is te vallen, jouwer is de duur. Meer, meer, meer dan wat wij wollen. Skras hier, skras wetten. Lucht op vuur. Tiet, maar tot komt de vader eigen zaak. Ik ben de vader lekker witer. En meest een mooi en goede smaak. Zucht nou de ieder on, wordt het die jaren wat te volle. Maar hij is heel kalm en gewoon, zullen we vrijwillig kappen wollen. Alles is te volle, jouwer is de duur. Meer, meer, meer als wat wij wollen, straks hier de straks wetten. Kras wetter, kras lucht. Mooie Veskes Vars Kwalband. Dat is eigenlijk het verhaal achter Op Kletter. Messi Trein, Jolanda, Sigrid dus en Bruno. Bruno is maar even de duim, de beste man bij gitaar. En Benne Veskes. Hij staat wel eens jetters, kreun? Ja, ja, kijk er nog wel. Ik ga wel... Benne muziektheater vastgeschreven, Griezels en Griezels show, jaren lieden al. En nou, een periode lieden voor ik wil voor vluchtelingenband, mooi vluchtelingenband schreeuwen. En die zin, nou, gaan we al even. Maar voor het eerst al echt in het Friesk. Hoe bevalt het? Ja, ik vind het superleuk. Ik vind het een leuk team. Dus met twee dames op paard, ja, wie wil dat net? Wat maar gezellig is, toch? Het is zeker supergezellig, ja. Jolanda, wat is die achtergrond? Scroogst toen meer of jongst toen meer? Nou, bijna net. Dat was mij. Ja, wat mijn achtergrond is, nou, altijd in het onderwijs best. Van leerkracht tot directeur tot nou, en ook bij het lectoraat, meertaligheid en geletterdheid. En programmaleider samen opleiden in Friesland. Dit kan je wel knippen. en ja, ik heb hier was jongst met Mantel. Mijn Bart van der Waal heb ik wel een band, had zien hier of zo. Toen kreun ik wel Veskes, ik in het Friesk, Friese legendes. Ja, en nou sinds kwaad werden, ja, dit oppakken. Omdat Friesk ja, stimulans te Jan in het basisonderwijs. Ja. En muziek is ja, van band denk ik altijd geschikt. Hè? De melodie, dan kun je enthousiasme kweken. Dan kun je meestal de band ik meenemen in het enthousiasme, denk ik. Hè? Ja, we hebben nou, nou ja, laatst een ervaring in Blauwhuis dien. Had Blauwhuis shirt nou van echt geweldige band en een geweldig team. Ja, echt. Toen hebben we eerst, nou, Machine Train het Veskes jongen. En toen ben ik filosoferen gegaan met de band. Nou, er kwamen hele mooie uitspraken uit. En Sigrid en Bruno hadden weer een tekst mee maken. En ja, Bruno weer een melodie erop. Nou, dat hebben we jongen in oeren tiert. Ja, een geweldige ervaring. Speelt die taal bij die band nog een rol? Of is het gewoon een automatisme? Hoe werkt dat in Zimburg aan 2022? Ja, dat hangt er van nou best best. Skilt, hè? Ja, wij wingen in Blauwhuis. Nou, wie heel Friestalig. Wie eentje of zo, een jonkje wat net Fries praten, maar de rest wel. Maar ja, als het in Leeuwen heeft, Leeuwen is kwam, ja, dan is het Fries net meer. Is toch eens om, denk ik? Ja, klopt. Ja, hoortaal. Goed, op squallen, Bruno. Hoe doet dat met band? Ik bedoel, maar het enthousiasme kweken. Ik denk contact met die band heel belangrijk is om ze mee te krijgen in zijn verhaal, hè? Ja, alleen als het heist hoe Blauwhuis, hoe dat gie, toen wie ik super, ik wie al rustig, maar ik wie eigenlijk nog net rustig genoeg.
En de band worden zelfs enthousiast door het hele proces. Door het filosoferen. Oh ja, en linkjes lezen. En hoe Jolanda, die doet dat mijn namen. En ja, dat is enthousiasme is super. Want daarna gingen we het vestje schroeven. Ja, en dan doet iedereen mooi. En toen ben we uiteindelijk de door uitzetten. En ze jongen het alle keer nog wil zwaaien de door uit rond. Yes, het nodig. Ja, dus dat is super. Dus dat enthousiasme ontstiet mijn namen door het hele proces. Maar de band zelf, ik hoorde eigenlijk alleen maar wat te begeleiden en oh, dan gaan we dit doen en mijn koor daarin gaan werken. Wat had je normaal gesproken met de teksten of is het toch vooral het gitaarspel, zeg maar? Nou, dan moeten we even denk wat duidelijk krijgen. Wij hebben nou de treienfest die we nodig in had dat binnen echt teksten eigenlijk schreun al door Sigrid, die op die fontein schreun binnen en daar had ze deals ook wel ideetjes hoe vestjes, hoe de melodieën of akkoorden en daar ben ik eigenlijk bij inkwam om het nou nog wat uit te bruisen of krijg wat oors en ik wil en nou nieuwe dingen, hè, want wie nog nog net al je kleren, dus nou schreeuw ik het hele proces mooi. Maar dat is de versus op de squalenhest, dat ontstiet ter plekke. En dan is het met name de laatste keer het Sigrid teksten filteren van de band. En dat we de tegeren, oeh ja, een beetje zo, oh die even oors en even live heel snel ja, knippen, plakken. En oh, dan dit akkoordje, oh ja, zullen we dit doen? Ja, en dat maakt heel gauw handelen. Nou, dan ben ik echt de muzikale kant, zeg maar. Zie je hoe je dit? Want er is natuurlijk wel wat met performen. Maar nog best bij citraaien en best vestjes aan. En dat vaak misschien ook wel voor een drokke klos of een band die beginnen om zich heen te zien en te dromen. Ja, nee, maar dit is fantastisch. En als je als ik dat het heel goed werkt, dat ben alle in mij dogen. En bij de filosofie-sessie, ik dat ze direct. Oh, we hoeven de vinger net op te steken en iedereen dat mij. En. Ja, dit had ik in Blauwhuis Big Leaks. Iedereen enthousiast en we konden direct mooi een tekst vinden. En oh, dit werd het refrein. En dan doen we hier een coupletje. En dan beginnen we daarmee. En ben hier er zelf al hele goede ideeën over. En ik denk dat dit fantastisch werkt als je zo'n multidisciplinaire les hast. Eigenlijk. Ja, want we zetten het op als een les. Maar eigenlijk is het gewoon fantastisch als het mij een confesjes meisje kerst. Ik ben wel helemaal enthousiast van. Hartstikke leuk, maar goed. Tot wanneer rint dit nog? Of kan Squalen zich nog opjaan? Squalen kan zich opjaan en we zitten rond te denken om er een vers product van te maken. Want ja, zo leuk vinden we het. Nou, het werkt gewoon dus. Ja, klopt. Werkt Jerk wel in de studio? Jawel. Hest mooi jong. Net maar in doen, want ik ben net jong. Nee, nee. Dus een keer een sessie, Willem, hier in de studio. Ik doe nog een sessie. Ja. Nee, maar Sab, my the band of my die, those crews my. Wat zei je ervan? Ik ben er helemaal voor. Ik ben er helemaal voor. Goed. Dan geef nog meer, Jan, want dit is er nog een keer. Op een kletter, live in Noorwegen. Visker sjocht meer munsters, meer munsters op ieder zien zee. De wegen, daar komt er weer in, duister in de zin. De wegen, daar komt er weer in. Hoe heet zo die kennen? Visk zocht minder, zocht minder jacht. Minder lucht op ieder als in zee. De wegen, daar komt er weer in, visker in de zinnen. De wegen, daar komt er weer in, daar visket er hinne. Sjoch, lieke volle wegen. Wegen op ieder als in zee. De wegen, daar komt er weer in, wij glimken erin, wij glimken erin, wij glimken erin.
in een klak, net wie van zee, dat is een geluksschenkerij. Daar schenken ze speciale thee, maar zelfs maken koekjes erbij. Deze kan jou en alles voor, maar hoe snel te betel je? Het terras is weer zo mooi, om frisse lucht te helgen. Ik nog niet, ik neem nog maar een slok. De koekjes maait je net verkeerd, maar wer bloedt dat gelok? De schinken saai. Wat een idee, dat koekje is van mij. Want lok zit hem net in het thee, maar in de schinkerij. Benne Veskes dus, op een kletter, ze gingen de provincie nog in. Mocht op een squalle werkje, dan kan je zich nog ommelden van zo'n mooie, nou ja, ik neem het maar even workshop. Heel gay Fries trouwens. Sigrid, Jolanda en Bruno, op een paard dus. Dat doet de band die kleerst het echt vaak. Ze spelen graag live, maar ze zijn op dit moment ook mijn nieuw album dwanen. Tegens van Greunterp. Elmar, stel eerst even de band voor, als het wordt. Ja, wees jong. Gerben, toetsen. Ja. En gitaar. Leo, bas. Arnold drums en Hetzerieren, gitaar, alsjeblieft. En je bent intussen ook al weer een tiertje bezig, hè? Ja, we waren even begonnen, man. Wat was een 15 toch? Ja, dan is het beter als mij. Ja. Het Grijthoeken Festival, zei. Grijthoeken Festival, ja. Wat weer de onderleiding? Ja, nou, dat kan Gerben misschien wel vertellen, maar ik kent ook wat ook zeggen. Ja, wat weer de onderleiding ook weer Gerben. Ja, ik neem de Gerben taak. Gerben, waarom? Nou, wij kwamen elkaar op Into the Village, Welcome to the Village, kwamen we elkaar tjen. En dan zijn wij zo'n te Gerben wel eens wat dwang kennen. Ik wou altijd nog eens psychedelische krautrak, maatje. En dat is nooit slagen trouwens. Maar we zijn bijvoorbeeld bij elkaar gekomen en met de geweldige poëtische teksten van Elmar. En ja, wij hebben ervaring als de Roots, die besteed ik nog steeds vanzelf. En zat van, hebben die combinatie bij Wongien. En ja, dat slaat het tegen best. Hoeveel band is nou eigenlijk? Stekkers vijf. Ja, dat hoort ik nooit meer op, hè? Nee. Je had er verduiken hoeveel bands is toe? Oh, inmiddels ik alweer treien, denk ik, ja. Want ieder toch mijn muzikant, maar altijd in treien band zitten. Ja. Ja, dat gebeurt wel vaker, ja. Ja. Maar het is gewoon leuk. En dan heb je verschillende mensen. Er zit ook wat vrouwen op een bankje bij. Ja, daar heb ik mooi spelen. Dat is ik super. Dus ja, het is altijd gewoon leuk. Ja, leuk man. Hoe gaat het? Elmar komt mij een tekst en dan is het bij hem rammen? Of? Nou, wij rammen meestal eerst. En dan mooi Elmar de Pibieri, wat poëtische tekst. Dat is wel een goede volgorde. Ja, dat let hem mij volgen. Ja, dat dacht ik. Nee, maar zij is meestal, hij heeft geweldige teksten. En ja, soms passen we de nummers ik wel wat aan hoer. Dat we het echt wel zeggen van, nou, dan moet het ik erom te krijgen. Om met name die poëtische gebeuren van Elmar even naar voren te brengen. Dus ja, dat is wel leuk. Ja, mooi batsing, man. Geweldige, ja. Lekkere muziek. Geef straks een keer trouwens. Het was een zandje, een album uit. Ja. En dan ben je hem weddemaande. Wordt het een heel oors album of zeg je hem, nee, het is gewoon deel 1, deel 2? Nee, het is wel een heel oors album, denk ik, ja. Ik ken nog net steeds hoe oors, maar in ieder geval... een soort tekst en ja, ik denk wat langer, wat meer noemers erop en nog persoonlijker. En onder de bezielende leiding van Joop van der Linden, die hebben we hier in dit seizoen met het Amsterdam Klezmer Band. Ja, hij ben die vorige ook een producer, hoor?
Ja, Joop, het is doe ik. Ik ben de eerste. Jazeker. Ja, ja, ja. Ja, dan winnen we bij Uusmaat, hoe druk ik weer? Met Jan Switters in de studio. En nu hebben we bij Hans West, Hans Wijnbergen. Zo, en die zit nu in Drenthe. Roderwolde, dacht ik. Ja, een mooi plakje. Ja, prachtig. Ja, ja. Ja. Maar toch nog even, de man komt met mijn idee dus. Ja. En dan geeft bij het licht gewoon ergens in een screwkamer. En dan juist die del. En dan denk je, waar mag het er zo gaan? Nou, meestal heb ik wel wat teksten mij al. In, als we aan het oefenen binnen. En dan ik, probeer ik eens even wat uit. Hè? En zien van past het wat. En nou ja, goed. Ja, soms net. En meestal wel. Zo'n speels is het. Ja. Ja, het is wat passende meten. Wat ziek je natuurlijk. Ja, de stemming van noemen is ook wel belangrijk. Hè? Van een, dat wat een triest noemen is, maar ik wat een sneuwe tekst bij zelfs. En een fleurig noemen, wat een fleurige tekst. Dan maak ik een wat beter ziekje, maar die hak ik wel. Ja. Nou ja, bij de eerste plaat namens dus als harker aardig mij in die nou ja, zielenroerselen, om het zo maar te zeggen. Is dat wof echt bij deze plaat? Ja, ja, zeker. Ik denk nog wel meer, nog wat diverser. Ja, wat meer stemmingen. Het is een plaat met meer stemmingen, denk ik. Ja. Nou is een songtekst natuurlijk oors als poëzie of woorden dingen schroefd. Maar inhoudelijk is het wel typisch Elmer Kuper wat er dan in die teksten te lonen komt? Ik denk het wel, ja. De beeldspraak vooral, denk ik. Gekke beelden en ja, noem maar als wat we nog spelen matten trouwens. Yeah. En dat is komt zo thuis. Dat is een heel poëtische tekst. Yeah. Maar ja, dat is iemand die een slokje te vol op had die thuis komt. Meestal is dan hest net zulke poëtisch in jou, maar ja, dat heb ik dan wel niet. Dus alles helpt, hè? Alles helpt. Alles helpt. Ja, ja, ja. Ben je met intussen een vreunenclub? Ja, maar ik wil zeggen, ja. Ja. Waarin het door net bij elke plot, maar wel. Nee, maar dat hoort ik net. Helemaal creatief, jongen. Het is wel vertrouwd, denk ik, of niet? Ja, dat is wel vertrouwd. Ja, ik viel in mijn voetbal thuis bij de man. Ik moest eerst even een beetje onze wennen, hè? Want de man heeft een eigen dynamiek voor zelfs. En speel ik in mijn harde vjouweren in een orenband, hè? De rules. Dus dat is wel een wat oors. Dus, maar ik viel me er wel thuis bij. Dus baas? Ja, nou, weet ik net. Nee, ik maak altijd het bier uit de koelkast halen. Zo'n spultje is vol. Ja. Ja. Die rol gestoten. Oh, ja, 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 ja. En waar vertelt de meeste vieze moppen? Nou, Arnold, denk ik. Ja, ja, ja. Nee, ja. Nee. Nou, die hangt ook, die zit achter het sketje. Hij maakt een titel voor het album? Nou, dat ben ik nog net helemaal eruit. Maar, oh, maar nog een vergaderen. Dat is ze. Komt nog wel. Komt nog wel, ja. En wanneer komt u het? Ik denk ergens in het variëren. Dan moet we Joop even streng oorsje. Ja. April. Ja, dat is zo wat. Komt ook goed. Praten we er dan weer verder over. Ik vind het mooi dat je binnen, want je maatje vind ik te gekke muziek. Mij inderdaad ook hele goede teksten. Dit is live in Noorderwien. Tigers van Grunterp. Yes.
zwoon fluisterend. Net een stjerling aan had van het zweltje, dat roppig het bekje hier beskort. Langs stijk Joost, doodje een hoop op hopen Joost. Langs stijk Joost, zwarte liestjes daar over de lippen hippen. De hond bij die opriedel, je woord onder de kont verzinnet. Om de stoot je zelfs net voor jou. Komst weer thuis. 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 Ik voel, laat het leven mij taal.
doet ik voel. En laat ik het leven mij taak, doet ik voel. En laat ik het leven mij taak, doet ik voel. En laat ik het leven mij taak, doet ik voel. En laat ik het leven mij taak, doet ik voel. Mijn onechte men, ik ben Maria, fluisteren ze. Er wie een engel, heel verscholen, achter een man, die Einstein uit de bek stap wie. Ik vroeg hem of hij ook auditie die. Maria, koe tekst al haast dreamen. Ze zei, verlos mij, help mij. Voor jou mij, haar moeder, wie ik krijgt op Maccabeer. Haar woorden klonken routineus en gleed. Ze heer om mij hinnen, ik koor de uitgang net vinden. Het wie neer een nacht, ik zei, ik maak Ruud, ik maak je wij. Verlos mij. Help mij, voor jou mij, Maria, dikke, zijn opzoek nullen. En ik zei, verlos mij, verlos mij, help mij, voor jou mij, verlos mij. Einstein zeg me on.
Hij hie een rasje rappel in de kiel. Een engel, wie is ze? Nee, mij, Maria, zij, verlos mij. Help mij, voor jou mij. Ik zeg u's heid, ik zeg u's heid. En hij zei, toen maar jongen, hier is de uitkom. Ik help die wol, in hem maar uit. En ik zei, verlos mij. Help mij, voor jou mij. Verlos mij, help mij, voor jou mij. Verlos mij, help mij, voor jou. Ja, toffe, Fristalige band. Tof om ze weer in de studio te hebben. De Tigers van Grunterp. In het varie komen ze dus bij mij een nieuw album uit. Maar dan praten we er in dit programma zeker nog wel eens een keer over. En leveren er ook zeker wat van jaren. Dit wiert, Noorderwind van deze keer. Nieuwe week hebben we van de laatste keer dit hier weer. Met dit live programma. En we doen nog een nummer van ze. Tigers van Grunterp. Hoi. Op mijn zieken, op mijn zieken.
viel. Als de zee haar voest krollet. Hey, wist nou hoe dat viel? Als de zee haar voest krollet. Zo ik, hoe dat wetter hiemet, hoe dat door de rode rennen moet. Voor de vloer koppen, voor de vloer voortstriepen, krieten, krieten. O, woest o, en eindje zwemmen. O, woest o, en eindje zwemmen. O, woest o.